Ja, dat kun je wel nog eten, maar dat niet. Oei, oei. Slecht voor mijn outfits gemaakt. Ah, ja. Oei, maar wacht, mag niet naar achter draaien. Ze hebben een boomje geknipt uit uw punt. En daar staat nog een kerstboom. Daar staat nog een kerstboom. Ik heb niks gezegd. Toch zeg, vind ik het raar dat jij nog altijd een kerstboom hebt. Jij zegt zelf dat uw kerstboom ook nog staat. Nee, hier, die staat nog. En... ploep! Jawel, dat is een verschil, hè? Nee, hij moet nadenken welk pak in de Masked Singer dat je zou zijn, of zijt, wie weet. Welk pak zou je zijn, Jan? Ik zou een luiaard zijn. Waarom? Heb je dat nog nooit gezien? Wat? Hier? Mo. Mijn luiaardje? Maar dat is dan te voor de hand liggend. Ja, maar ik heb altijd die slang aan, hè, dus je ziet dat niet. Ja. Dan kan dat zo... Ik vind dat te obvious. Okay, ja. Ik zou het zwarte schaap zijn. De mestkever is al geweest. Mo. De mestkever. Ja, we zingen de mestkever. Zing dit gewoon. Als een mestkever. Ja, zing als de mestkever. Liet je daar de mestkever zingen? Iets met shit, hè? Rolling in the shit. Ah ja, ah, ja, ja. Ja. Hoe gaat dat ook? Rolling in the dirt. Zal ik ermee wegkomen? Ja, jong. Ja? Amai, man, nee. Echt? Jana. Hij gaat niet, wacht. Take it or leave it. Oh, Jana. Zeg, zo'n deurstelling. Ik kan het niet meer hebben. Ik ga niet uit van frietjes, hè. Ja. Ik heb slecht nieuws. De Franse McDonald's-filialen gaan aardappelen vervangen door frietjes van bieten, wortels en pastinaak. Dat is niet waar. En dat is verplicht, jawel, het staat in de krant. Dat is niet waar. Jawel, kijk. Staat erin? Tijdelijk. Ja, maar een maand. Kun jij een maand zonder frieten? Nee, maar ja, McDonald's is ook niet het frituur, hè. Ja, Frankrijk is ook niet hier. Nee. Ja, ja. Zie, mij weer stress geven voor niks, gij. Ja. Als dat een trend wordt? Ja. Als dat een trend wordt, wat dan? Ik weet het niet, Anna, maar ik wil daar niet op denken, hè. Dan verhuis ik naar Amerika. Ja, zeker niet naar Frankrijk. Nee. Het is tijd om op te staan. Voilà. Zo simpel gaat dat. Ons Jolien Roets had gisteren op de radio, dus iedereen kon dat horen, gezegd ja, tegen Hakim, ja, we worden wel goed gesoigneerd. Dus een voetmassage was wel plezant geweest. Ierse. Voetmassage was wel plezant geweest. Zo die voetmassage krijgen. Ja, pech met tonijnen, ja. Van Bevergem, ja. Ja. Martien, zie je weer mijn pech? Ja. Ik kan mijn nieuwe schoenen laten zien, Martien. Ah, ja. Zie? Mensen komen naar mij om stijladvies. Nee, om te laten zien. Ik ken niet zeker. Ik weet gewoon dat ik een goede broek heb. Ja, maar hij komt nooit naar mij, dat zie je. Zeg, ik vind ze heel goed. Ik ook? Goed, hè? Ik heb er ook zo mijn haksken, maar dat is goed. Dat is goed, hè? Mm-hmm. Ja, voilà. Dat moet een hak zijn. Dat was het. Ja, kan ik als graag een hakje zien? Nee. Oeh, dat wanneer is nog lelijker. Keer, wat ga ik nog wat? Wat was dat lelijker? Mijn gezicht. Mijn gezicht lelijk. Ja, oké, okay, ik heb geen make-up aan, hè, ja. Ja, je ziet het, je ziet het. Maar radio, hè. Wanneer gaan we naar het circus? Maar... Sorry, ik ben aan het airdroppen nu. Huh? Ja, werkt een keer een beetje, in plaats van dat hier allemaal te was zo. Airdrop. Teamwork makes the teamwork. Zijn we klaar? Ja. Dus het is nog bij doos en al, hè. Wacht, hè. Kijk, zie, ze zijn nog achter. Oh, I love it. Is het goed? Ja? Ja. Dat is hoor, ja. Oh, het is lekker een prijs dat ze zijn. Ja. Ik wil graag mijn mama vertellen. Zo echt. Ja, ja. Het is de gouden schoen. Het is de gouden schoen. Ik wil graag mijn mama bedanken voor de kansen in de voetbalwereld. Nee, Shani, je moet dat zo wat meer toedoen. Mattie. Nee, zo wat meer. Ja, nog wel voor. Ja. Ja, zo sta je er goed op. Zo sta je er niet op. Dat is nog beter. Dus naast elkaar beginnen. Ja, oké. Okay. En dan? En dan zo. Zo. Het is wel echt zo, why? Wil je niet in mijn gezicht? Oké, sorry. Ah, die is niet fijn. Naar voor. Nee. Naar achter. Nee. Ja. Oh. Ah. Zit er een mond. Ja. Duw. Ja, en stuur op mij. Ja. 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 Zo. Zo. Het was heel goed. Het was goed. Ik vond echt ook zo goed dat je been over de 90 graden deed. Heel goed. Ik zet nu weer op ons
Zijn jij fier op ons, Christine? Ik vind heel sexy. Ze vindt ons sexy. Dan, als dan Christine om de keuken... Van de keuken ja, ja. Dat vindt, dan is ze nog. Ons sexy vindt. Hangt dat papiertje hierna? Maar zou kon jij daar nu een keer niet zo'n beetje deftig aan hebben? Ik heb dat niet gezien. Is weer elk voor zijn eigen. En is dat hier? Ja. Zit hij in de zoek? Ja, ja, collega's. Ja, dan zijn het collega's, hè. Als iets, ah, ja, ja. Als iets te anders zijn het boomers. Thuis. Maar... dan moet je ze eruit knippen, nee. Mijn oma zal zeggen, precies mand en kallen. Wat? Mand en kallen? Jij de kallen, toch? Hallo. Ah, ziet ze dat hier binnen liggen? Oh. Oma, zeg, dat is nog niet slecht, ze. Silke. Nee. Masili. Nee. Hebben ze dat niet bij Q? Nee. Nee. Gaat ik je vragen naar Raf? Raf? Maar het heeft gezichtjes. Zit dat hier zo, is dat zo hapje? Nee, ik heb het niet gezien. Oh, zie je, die was aan het liegen, hè? Lelijk. Lelijk. Dus ja, we gaan hier een koekje pakken. Nee, ik heb hier een koekje. Nee, ik ben er niet aan geweest. Dat is niet... Mag ik eens kijken? Ik heb echt nul. Het is een vuilis, hè. Dat is echt ja, dat is haar vinger. Ja, ja, ik zie zo het. Matching. Wie zijn de kans dat jij dat is haar vinger niet. Oh, dat meende hij niet, Zoni. Zo zonde. Maar jij. Tot ik ben ook ja, dat kon je wel nog eten, maar dat niet meer. Oei, oei. Tot ik ben ook daar moet je een filmpje van maken. Ja, maar ze is weer bezig. Ja, sorry dat ik van Kiko niet vaak. Onze lekkers opeten hier aan onze tafel. Maar er lag wel nog een drolletje. Nee, durf je dat nu niet nee, pakken? Nee, durf ik niet meer waarom pakken. Niet? Hij heeft ook ik laten pik vallen. Niks niet meer van, Joe. Je hebt wel het grondje kunnen redden. Allee, het poepje. Wat is eraf? Maar dat is zo'n ding, hè? Hoe heet dat? Mmm, bedankt. Ik wil ook. Wat een neusvissing! Wat doen we? Ik kan eruit. Ik kan eruit. Ik ga het opkruisen. Ik ben er zeker van dat dat op camera staat dat je dat ging delen aan anders. Ja, maar hij was bezig met dat zonnetje te laten vallen. Dat is een goeie, echt waar? Ja, sorry, ja. Ik heb juist niks meer nu. Ja, ja. Een drie-man job ja, om die een stoel naar beneden te krijgen. Doe dit. Die is wel hoog zwanger, ik vind dat echt gemeen. Ah, ja, ja, oké, nee, maar ja, het is goed. Wacht, ja, nu moet ik gewoon naar zo'n mijn ja, ja. Ik ga het opzetten, hè. Wil je het een beetje warm? Ja. Oeh! Dat is mega vet. Oh. Oh. Amai. Dat is gerief, hè. Ik ga nog zwakker worden. Ja, ja, ja. Zie, maar Shani heeft daar ook al mijn voeten in gezien. Maar mijn kousen. Ik ben ook niet vies van Shani. Ah, ik was die wel zo om de week, hè. Goedemorgen. Ik ben eindelijk uit mijn bed geraakt, want het is al 8 uur en dat is niet van mij gewoond. Ik voel mij niet goed. Wat is dat toch? Oh. Ik heb mij een douche gepakt en ik voel mij al een beetje beter. Maar ik moet mij goed voelen, hè, want ik ga straks wettelijk samenwonen. En dat is as close to trouwen as I'm ever gonna get. Want ik wil niet trouwen. Maar wat ga ik daarvoor aandoen? Ik heb ooit, niet judgen, een kleed gekocht. Dat was echt 40 euro. Dus waarvan ik dacht, als ik ooit wettelijk trouw, dan ga ik dat aandoen. Dit. Maar dat is er misschien wel wat over nu. Het is wel schoon, hè. Zeg. Ach, ik durf niet. Doe maar, hè. Allee, ik moet wel een beetje streken worden. Zo tot aan de knie. Past ook misschien, maar het was zomers, hè. Ja, ik weet het. Oh! Ja, ik weet het. Mijn gelé met mijn hartjes op. Dat is goed. Dat is toch echt goed? Mijn gelé met mijn hartjes op met haar rokje. Oh, ik heb een rood rokje. Ja! Ah! Oh, ja, dat is het. Ik heb het gevonden. Ik heb die andere kleren toch ook mee om de collega's te laten kiezen. Soms denk ik dat ja. Wat een job. Wat een job. En maar scheuren. En maar plooien. Heppa. Ja. Ja, dat is genoeg. Be right back. Is het druk? Nu? We hebben 2 minuten. Oké. Je moet mij helpen kiezen met mijn outfit. Ah, ja. Voor mij zal ik samen. Ah, ja.
Maar dus dit is denk ik wat de zomers. Ja, je moet onze mening geven, maar ben je wel. Ja, maar ik vind dat wel een schokkleedje, want dat wordt... Het is wel wordt... schoon, ja. Maar ik heb het ook niet gestreken. Dus het ademt wel gemeente, vind ik. Ja. Ja. Maar ik zou... Ja, wacht. Ja. Dat een beetje liefde, hè. Oh. Dus dat geleken. Met dat rokske. Ik zal voor het hartje en de rode rokje. Ja, dat zegt iedereen. Dat zegt iedereen. Oké, oké. Is toch deze outfit geworden? Het is gebeurd. Ik woon letterlijk samen. En om dat te vieren, gaan we frietjes eten. What else? Goedemorgen. Omdat je feitelijk gisteren half getrouwd bent. Heb ik er een ring al in twee om te trekken? Oké. Okay. Ah, jammer. Ik wist dat ging gebeuren, hè. Alsof ik had er veel meer, hè. Nu zijn het er nog maar weinig, maar ik ben ze onderweg helemaal verloren. Ik had die Samsung-actie, hè. Ja. Ja! Het komt helemaal goed, jongens. Het komt helemaal goed. Hey ho! Hey ho! La, 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 la. En de rest ken ik niet. Ik ook niet eigenlijk. Cool. En dan spreken we niet. Altijd iemand de eerste zijn. Voilà. Top. Graag gedaan. Top, vind je dat? Dank u, Sean, dank u. Wat is dat? Dat is een kaartje voor jullie wettelijk samen. Maar shit, je hebt dat nog niet gezien. Dat is belangrijk. Daar is echt dookie. En dan kun je tegen Sam zeggen dat je die bloemen van ons hebt gekregen. Kijk. Dan kun je geven. Ik ben niet zwembaar in een minuut. Ik wil niet meer in het kwartier, ik wil in een minuut komen. Maar wat moet ik dan doen? Ik heb drie dingen. Oké. Okay. Ik wil ook maar in het kwartier komen. Hoe heet dat? Blijkbaar ben ik een trapje lager dan de rest. Maar ja, ik moet toch de DJ's in de minuut hebben. Ja. Oké, wat krijg ik als ik er u insteek? Ik trek hier op frieten. Wat? Als je mij in de minuut steekt, maar niet per keer per hier frieten. Ik vind dat ik grappig genoeg ben voor de minuut. En niet enkel het kwartier. Vorige week met die pinktaart vond ik echt dat ik er zeker niet. Je moet een bevestiging vragen. Hij was hier niet, hè? De jongen werkt hier één dag vandaag. En wat vond je ervan? Ja. Was het minuutwaardig of niet? Ik denk het wel. Misschien moet ik de mensen moeten laten stemmen. Lucas, ik ben toch grappig genoeg voor een minuut? Als je het al moet vragen, dan geef je het antwoord. Oh. Zeg, ze zijn hier wel niet mals voor u, hè? Ik dacht dat we jullie komen nu, hè? Waarschijnlijk. Wat word je? Ik word de minuutboy. De minuutboy. Dat gaan we zien, Anton, dat gaan we zien. Gooi, gooi. Naar wie? Naar mij. Oké. Maar wauw, dat was zeer slecht. Maar daar is niet helemaal recht. Oké. Maar ik ben nog heel slecht aan het filmen. Dat is de laatste, hè. Wacht, hè. Wacht. Ja. Ah. Hoe ga je het zeggen dat het me toort? Wie doet er zijn best wel en wie niet? In onze TikTok-filmpjes, hè, Matthias? Ik heb niks te zeggen. Ik ga naar Maureen bellen, hè. Doe maar. Allee. Ah, dat is mooi voor in de minuut. Nu waren we juist aan het filmen en ik heb weer de spotlight. Veel meer. Gewoon voor te vergelijken. Anton. Wauw. Zie je, dat is... Ik vind dat nu echt beter. Ja, dat is applaus waardig. Ik vind dat beter, ja. Ik vind dat nu meer info bij www.connect.be. Moet ik met 4 doen? Is dat minuut waardig? Hallo. Hoi. Kijk eens. Dat heb ik van de collega's gekregen. Waarom? Omdat we met elkaar gaan samenwonen zijn. Dat zijn rozen. Ja, en? Een rare cadeau. Dat is toch lief?
Dat is Ibe graag. Maar...